Welkom bij Topneems, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Jeroen Kromme. Jeroen, je bent van Tylo, Tylo.nl. Wat doen jullie? Laat ik even bij het begin beginnen. Vorig jaar ging ik verhuizen. En ik dacht even iets simpel aan de adreswijziging door te geven om een internet van het oude naar een nieuw adres te laten overzetten. Dat bleek toch wat ingewikkelder dan ik dacht. Waarom? Ik zat allemaal reclames over, aandacht voor de klanten zo te kijken. En toch moest ik 6 keer met de klantenservice bellen om internet over te laten zetten. En ja, die klantervaring, die negatieve klantervaring, dat triggerde om iets te doen. We komen uit de data science wereld, dus we dachten, nou, data kan hier ook wel iets leveren. Toen zijn we eigenlijk gekomen op conversational analytics. Dus als je vraagt, wat doen jullie dan? Wij halen uit klantgesprekken acties en inzichten. Eigenlijk is dat in één zin wat wij proberen te doen. Hoe doen jullie dat? Geef eens een voorbeeld. Hoe werkt dat? Ik kan wel eerst beginnen met de toepassing. Ja. Waar levert dan waarde op voor jou? En dan kan ik daar wel even ingaan op hoe doen we dat dan. Ja. We zien voor twee onderdelen zien we echt wel grote waarde. Aan de ene kant de Google Analytics van je klantenservice. Dus waar bellen klanten over? Welke vragen worden er gesteld? Wat zijn de afhandelingstijden voor die vragen? Eigenlijk echt de inzichten op de vragen. En het tweede is meer de assistent coach in een klantenservice. Dus als je een medewerker bent bij een klantenservice en je werkt fulltime, zo'n 36 uur, dan zit je zo op 800 tot 1000 gesprekken per maand. Dan heb je een coach, 1 keer in de maand heb je een coachingsgesprek. De voorbereiding luistert hij een 3 tot 5 gesprekken, luistert hij terug. Nou, hij heeft ook nog 20 andere mensen, dus nog 100 andere gesprekken die hij moet terugluisteren. Dus dat is enorm tijdrovend. Maar het is ook heel erg de vraag, welke gesprekken luister je dan terug? De lange gesprekken worden niet echt teruggeluisterd, want hij heeft er nog 100 te doen. De korte zit waarschijnlijk niks in, dus al vrij subjectief. Ja, en vooral ook niet representatief. En zeker niet representatief, want je hebt nog niet eens 1% van de gesprekken die teruggeluisterd wordt. Dus door inzichten uit de gesprekken te halen, kunnen wij bijvoorbeeld een coach aangeven, nee, deze gesprekken zijn heel interessant om even terug te luisteren, want die zien we aanknopingspunten voor verbetering. Maar ook juist, deze gesprekken gingen hartstikke goed. Ik gebruik die als voorbeeld voor goede gesprekken. Ja. En nu komen we bij de hoe. Het is een self-service platform, zo noemen we het. Dus de klant kan zelf, een organisatie kan zelf modellen in ons platform maken. En een model staat bij ons gelijk voor een toepassing. Dus bijvoorbeeld vraagt een agent aan het eind van het gesprek, kan ik u ergens verder mee helpen? En dat is een use case waarvan we zien dat die gewoon een hele punt aan klanttevredenheid extra oplevert. Dus stel je wil gaan herkennen, stelt de agent de vraag aan het eind van het gesprek, kan ik u nog eens verder mee helpen? Wat een in de organisatie wat ze dan kunnen doen, in ons platform, geven een paar zinnen aan. Kan ik u ergens verder mee helpen? Heeft u nog andere vragen? Heb ik u voldoende geholpen? Dan gaat ons platform op zoek naar gerelateerde zinnen. En dan gaan een paar iteraties gaan daar overheen. Elke keer zegt van, deze zinnen, is dat vergelijkbaar met wat jij zoekt? Nou, die wel, die niet, die niet. En dan traint hij eigenlijk aan de onderkant 8 tot 10 algoritmes. Kijkt hij welke het beste werkt voor die toepassing. En die zet hij in productie. Nou, dat proces zien we nu in de praktijk. Dat duurt een half uur tot een uur. Om zo'n model te trainen en te maken. Dat is eigenlijk gebaseerd op dat medewerkers zelf aangeven welke dingen met elkaar vergelijkbaar zijn. Ze kunnen zelf aangeven. Dus het leerproces doen eigenlijk de mensen zelf. En daarna ga je een algoritmes draaien om suggesties te doen wat het best past bij die klant. Precies. Ja. En zodra die zegt van, nu heb ik genoeg trainingsdata, nu ben ik slim genoeg om het goed te herkennen. Ja. Dan kan die live en dan kan je eigenlijk over je hele historie, al je klantgesprekken, of dat nou telefonie is, e-mail is, chat, WhatsApp. Kan dat uitrollen? Ja, wat jullie doen is volgens mij, althans als ik er logisch over na probeer te denken, heel erg gebaseerd op de speech-to-text conversie. Speech-to-text doen wij zelf niet, daar hebben wij een partner voor. Ik neem aan dat je die ergens inkoopt, maar we weten allemaal dat die van de Nederlandse taal nog lang niet optimaal is. Die is zeker nog lang niet optimaal. Kun je daardoor wel eigenlijk dit op voldoende hoog niveau doen? Ja, zeker. En ik zal even vertellen waarom. Want we waren er eigenlijk zelf wel verbaasd over hoe goed het eigenlijk nog werkte. Maar wat algoritmes doen, is die vinden patronen in data. En in dit geval, de tekst is de data.
En spraakherkenning is zeker nog niet optimaal. Maar eigenlijk worden wel vaak dezelfde fouten gemaakt in data. We zagen bijvoorbeeld bij een pilot die we deden bij een klant. Het woord abonnement kwam heel vaak voor. Ze werkte met abonnementen. Maar het was een vrij algemeen taalmodel, dus het woord amendement kwam veel vaker voor. Nou, elke keer kwam amendement voor. Dus als je zegt, ik wil mijn abonnement opzeggen, werd dat elke keer wel juist herkend. Ja. Dus ook al is de spraakherkenning niet 100%, dat hoeft ook niet, omdat die algoritmes heel goed die patronen kunnen herkennen. Dus eigenlijk zeg jij, want weet je, ik hoor dat er overal steeds, weet je, het Nederlands loopt achter, omdat het natuurlijk een hele kleine taal is. Engels is op veel hoger niveau. Ik vind het eigenlijk verbazingwekkend dat je zegt dat je daar helemaal geen last van hebt. Ik zeg ook niet dat we er helemaal geen last van hebben. Dialecten heb je ook, accenten heb je natuurlijk ook nog wel last van. Ja. Maar het verbaast hoe goed hij er wel mee overweg kan. Natuurlijk, blijft, het is machine learning, het is statistiek, dus het is nooit 100%. Maar 99% of 95% van alle gesprekken is nog steeds meer dan nog niet eens 1% van alle gesprekken die je tijdens een coachingsgesprek behandelt. Ja. De bedrijven nemen dit af omdat ze verwachten dat, althans dat zal ongetwijfeld de belofte zijn die jij ze verkoopt, dat de klanttevredenheid omhoog gaat, dat je daardoor op een betere manier, weet je, dat commercieel daar een voordeel gaat opleveren. Heb je cijfers waarmee inmiddels van je eerste klanten, want jullie bestaan nog helemaal niet zo lang, hè? We zijn nog niet zo heel lang. Een jaar. Nee. Kun je inmiddels aantonen dat het ook zo werkt? Ja, ik denk wel leuk. We waren een paar weken geleden bij een grote vliegtuigmaatschappij. Daar draaien wij nu. We doen nu alle WhatsApp-gesprekken en telefonie komt er hopelijk deze KLM, week volgende Transavia. Week. KLM, ik kan er nog niet echt op de naam ingaan. Ja, maar niet? Het is wel een van de grootste vliegtuigmaatschappijen. In Nederland? In Nederland. Ja, oké. Okay. Maar wat we daar zagen, is, wat ze door onze tool zagen, is dat 15% van het verkeer komt omdat de bevestigings-e-mail van de boeking niet aankomt. Ja. Dus 15% van de telefoongesprekken gaat erover dat de boekingsmail niet aankomt. Hebben jullie geanalyseerd? Dat wisten ze daarvoor niet. Dat wisten ze ervoor niet. Ze wisten niet eens dat dat speelde. Ja. En nu wel. Nou, als je dat weet op te lossen, en het zal een IT-proces zijn dat ergens fout loopt, als je dat weet op te lossen, scheelt je 15%. Ja, nou, omdat ook hele simpelweg niemand de mensen bij de klantenservice hoeven ook niet ergens te scoren. Nou ja, dat gaat om een afboekcode en dan is een IT-storing. En dat wordt niet geanalyseerd, IT-storing, whatever. Nee, terwijl het is gewoon simpelweg, ik koop een ticket, ik betaal en krijg geen mail. Ja, ja. Je ziet eigenlijk zien we dat zo'n 70% van de afboekcodes over het algemeen accuraat is. En maar dan op zo'n hoog niveau, dat er eigenlijk niet zo heel veel in staat. Onvoldoende uit te halen is, daadwerkelijk. Een mooi voorbeeld is dat letterlijk allereerste e-mail dat door ons platform heen ging, was bij een verzekeraar. Er was een dame die stuurde van, ja, ik ga samenwonen met mijn vriend. Ik wou mijn adreswijziging, wil ik het doorgeven. Dus ik wou het inloggen, ik wou in mijn omgeving inloggen. Maar ik was mijn wachtwoord vergeten en de wachtwoord vergeten knop werkt niet. Ik krijg geen nieuw wachtwoord. Dus die werd afgeboekt met wachtwoord vergeten. Ja. Maar eigenlijke vraag was, ik wil een adreswijziging doorgeven. Ja. En dan is het voor zo'n verzekeraar natuurlijk ook nog super interessant om te weten, het gaat samenwonen. Als je echt relevant voor een klant wil zijn, dan is dat juist een aanknopingspunt om daar op in te gaan. Ja. Hey, maar hoe, als ik je zo over vertel, dan klinkt dat volstrekt logisch natuurlijk. Maar hoe train je een algoritme om beter te luisteren, zeg maar? Hoe werkt dat dan? Ja, je ziet dus modellen, wij noemen modellen, dat zijn toepassingen. Vind je algoritme een vervelend woord? Nee, maar ik zal het verschil uitleggen, hoe wij het verschil zien. Ja. Is een model zien we echt als een toepassing. Dus er hoeft ook geen data scientist in ons platform te werken. Het is no code in self-service. Maar een model maak je eigenlijk goed of beter op twee manieren. Eén kant, dat zijn de algoritmes. En de algoritmes zijn de manieren waarop de patronen worden gevonden. Nou, we hebben 8 tot 12 algoritmes aan de onderkant die elke keer worden uitgescoord. En de beste daarvan wordt gekozen. Nou, die zijn wij aan de achterkant, de data scientisten bij ons, steeds aan het verbeteren en optimaliseren. Aan de andere kant, dat is de data. Dus des te meer data jij geeft, des te meer ruimte die je heeft om patronen te vinden. Ja. En des te beter die wordt. Dus daar is het verschil, wat is een model en wat is een algoritme voor ons. Ja, en hoe zit dat dan in de verhoudingen? Want je zegt, je hebt eigenlijk
Tenminste, zo heb ik het ook altijd begrepen, want nogmaals, ik ben geen data-wetenschapper, dat je best veel data nodig hebt, best veel trainingsdata nodig hebt om op een acceptabel niveau te komen. Dat, hoe lang moeten jullie en hoeveel conversaties heb je wel niet nodig om uiteindelijk tot resultaat te komen? Ja, dat is een goede vraag. Die vraag krijgen we ook wel regelmatig. Hoeveel trainingsdata heb ik nodig? Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Hoeveel trainingsdata heb ik nodig is eigenlijk afhankelijk van hoe breed is hetgene wat ik wil herkennen. Want kan ik u ergens verder mee helpen? Heeft u nog andere vragen? Zelfde vraag, totaal anders gesteld. En zo kan ik op een heleboel verschillende manieren zeggen. Maar bijvoorbeeld als een klant zegt ik wil mijn abonnement opzeggen of ik wil mijn contract stopzetten. Ja, dat is vrij nauw. Dus dan heb je helemaal niet zo. Dan heb je 20, 30, 40 zinnen, ben je er vaak al. Dus dat is de hoeveel trainingsdata heb ik nodig. Dat is dus een vrij moeilijke. Daarom heb ik ook een bepaald proces ingeregeld waardoor het systeem zelf op zoek gaat van hey, dit zijn zinnen die jij hebt opgegeven. Kloppen deze daar ook bij? En dus als je zowel op ja als op nee klikt, dan neemt hij eigenlijk allebei mee in het optimaliseren van de algoritmes. Ja, dus die behandelt hij eigenlijk gelijk. Ja. Hey, je hebt nu veel verteld over de conversaties, hè? De gesproken dingen. Komen natuurlijk ook heel veel e-mails. Daarom zeg ik conversatie, want je kan een mailconversatie of een web. Precies, want chat. Dat gaat neem ik aan op één hoop. Want als je speech-to-text doet, die teksten, daar kun je natuurlijk één op één vergelijken met wat er via de mail binnenkomt, neem ik aan. Zeker, ja. En dat is ook een hele mooie toepassing. We waren bij een investmentbureau afgelopen week. En ze zitten heel veel met accountmanagers, die krijgen ontzettend veel e-mails. Maar om nou één overzicht te hebben waarbij al het klantcontact in één overzicht staat, dat missen zij nu. En daar zou dit een hele mooie use case voor zijn. Hoe ver zijn we verwijderd van een perfecte bot die alle e-mailtjes gewoon zelf beantwoordt? Ja, wij focussen expres niet op chatbot. Dat snap ik, maar hoe ver zijn we daar vandaan? Omdat het zo moeilijk is. De business case is vaak moeilijk te maken. En dat komt omdat zo zien wij het hoor, maar zo horen wij het vaak, is de drempel om contact op te nemen is veel lager. Dus in plaats van dat je zelf op de website gaat zoeken, neem je contact op met de chatbot. Die weet volgens het antwoord niet altijd. Nee. Dus word je doorgestuurd. Dus daarom krijg je alleen meer contact. Hoe ver zijn we verwijderd van de ultieme chatbot, dat weet ik niet. Ja. Maar het gaat heel hard met tekstanalyse tegenwoordig. Ja. Ja, wat als jij zegt het gaat heel hard, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Waar het wel naartoe gaat is, een half jaar geleden is er een model door OpenAI is open gemaakt. GPT-2, Transformers, moeilijke termen. Maar wat zij doen is eigenlijk tekst genereren. Dus je typt zelf wat en dan gaat hij zelf, maakt hij volledige normale zinnen, wat ook nog echt een verhaal maakt. En waarom is dat heel interessant? Waarom ik denk dat heel interessant is? Omdat je dan naartoe gaat dat je chatbots niet meer krijgt op basis van business rules. Als deze vraag wordt gesteld, dan is dit dat antwoord. Ja. Maar dat je dan gaat krijgen, deze vraag wordt gesteld en dat die algoritmes zelf in alle historische klantcontact kunnen kijken, dan is dit het antwoord. Ja. Maar daar zijn we echt nog wel een jaar of vijf vandaan voordat dat. Maar het is een beetje zoals als ik in mijn Google Mail. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik noemde het al een bot, maar ik zit maar te denken van ja, op een gegeven moment als je maar genoeg data hebt. Als je genoeg data hebt. Ja, elke vraag is al een keer gesteld. Nou, zeker, Gmail doet dat. Weet je, Gmail geeft mij van die suggesties. Hè? Ik krijg een mailtje in het Engelstalig op zijn minst. Dan krijg ik drie suggesties. Ja, ik vind het wel indrukwekkend. Het kan twee keer, dus ze geven me wel suggesties twee kanten op kunnen gaan, zeg maar. Maar ik vind het echt wel indrukwekkend wat zij nu al doen. Het is ook freaky, dat is de andere kant van de medaille. Hè? Zeker, want de reden dat ze het eerst niet open source zouden zetten, is omdat ze bang zijn voor fake news. Er is iets met Trump en de wall met Mexico, dan maakt hij er zelf gewoon een heel verhaal van, of nou waar is of niet. En dan kan je gewoon duizenden artikelen produceren en de wereld insturen. Het hoeft niet waard te zijn. Hey, jij zei van een jaar geleden of zo kwam ik dit probleem tegen. En
Wat heb je veel voor elkaar gekregen, als ik je zo hoor? Wat heb je in een jaar veel voor elkaar gekregen? Ja, dat staan we zelf ook wel van versteld. We hebben in de eerste periode veel met mensen gepraat. We zijn met z'n drieën begonnen. We komen van een consultancyclub. Daar hadden we een heel groot netwerk, dus we konden allemaal met mensen in gesprek. Die consultancyclub is ook onze investeerder, dus dat is ook wel handig. Vervolgens is die consultancyclub die was ook opgekocht door een andere investeerder en een van onze zusjes, dat is dus True, een grote hosting en security bedrijf. Die hebben super veel verstand van infra, dus die hebben eigenlijk onze hele infrastructuur opgezet. Maar in het eerste jaar hebben we een paar klanten bereid kunnen vinden waarbij wij de MVP hebben kunnen bouwen en laten zien dat we het inhoudelijk ook kunnen. En je hebt een idee, maar kan het ook wel daadwerkelijk? Hoe goed zijn die algoritmes om teksten te herkennen? Ja. En daar hebben we eigenlijk in de afgelopen half jaar een schil omheen gebouwd. En sinds begin januari zijn we live. Begin januari, eigenlijk net. Ja, echt. Ja. We zijn net live. We hebben er een jaar bijna aan gebouwd. Hoe ziet je team eruit? Wat voor competenties zitten erin? Zijn jullie allemaal data-wetenschappers? Of? We zijn begonnen met z'n drieën. Ja. Alle drie vanuit data science. Ja. Twee daarvan bouwen een platform, waaronder ik. Of we hebben het grootste deel van het platform nu gebouwd. De andere jongen is meer op marketing, op sales, op business consultant. We hebben net twee nieuwe mensen aangenomen. Eentje begint over twee weken nog. Dat zijn allebei software engineers. Ja. En dan hebben we het data science gedeelte, krijgen we nog heel veel hulp bij de consultancyclub nog vandaan. En de hele infra doen we bij een ander zusjebedrijf. Ja. Dus we zijn nu een kern van vijf, maar we krijgen gewoon heel veel hulp van de andere kant. Ja. En wat deed je daarvoor, hiervoor? Ik was data scientist en consultant. Dus ik had altijd twee type opdrachten. Aan de ene kant is de opdrachten waarbij de klant nog niet heel veel deed met algoritmes, machine learning, data science. Dus dat is heel erg van waar zit voor jouw waarde in data. En de andere type opdrachten waren wat meer out-of-the-box opdrachten. Ik denk aan slimme verkeerslichten, gezichtsherkenning dingen gedaan. Ja. Ja, dat soort dingen. Hey, is dit... In hoeverre is dit taalgebonden, die algoritmes? Het is nu alleen nog maar Nederlands. Ja, nee, maar je snapt een vraag. Ik snap de vraag. Ja. Eigenlijk is het de datapreparatie. Dat is het meest taalgebonden. Die algoritmes die gaan dan gewoon op zoek naar, Die patronen. Zoeken patronen. Dus dat, of dat nou voor Duits of voor Noors of voor Engels of Nederlands is, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat echt om de datapreparatie waar we dan een andere straat voor moeten inrichten. Ja, dat is het leerproces. En dus dat is het, ja. Dat is het, dus je hebt echt mensen nodig die uitleggen in de nuances van de taal van dit betekent dat en dat betekent dat. En die zin kun je net zo behandelen als die zin. Ja, ja. Een heel makkelijk voorbeeld daarin is het woord niet of geen. Ik ben blij of ik ben niet blij. Totaal andere nuance. Ja. Maar dan moet je dat woordje niet wel heel goed begrijpen. Ja. Maar dat betekent dus dat jullie in principe, mits je die trainingstraat kunt inrichten in een andere taal, schaalbaar zijn naar het buitenland. Zeker. Ja, wie zijn jullie concurrenten? Want niemand verzint iets als enige. Nee, de meeste concurrentie zit op in Amerika, op het Engels. Ja. In Nederland niemand? In Nederland zijn ook wel partijen die in dezelfde domein zitten. Er zijn wel mensen die bij jullie ook hebben gezeten. Ja, wie dan? Contexta. Oh, Contexta. Ja. Vorig jaar hier ook gezeten. Ja. Dus er zijn wel partijen die in hetzelfde domein zitten, maar die hebben wel net iets andere focus dan dat wij hebben. Zij komen dus echt vanuit spraakherkenning en proberen die stap daarna ook te zetten. Wij komen echt vanuit de advieskant en de data science kant, dus waar zit waarde voor jou? Kunnen we eentje nulletjes omzetten in waarde, acties, inzichten waar je daadwerkelijk wat mee kan? En wij zitten dus ook veel meer op het self-service platform. Dus als jij iets nieuws wil herkennen, hoef je niet ons te bellen, maar kan je het zelf. Hey, als we even ietsje, een stukje verder naar voren kijken. Hè? Ik kwam vorige week een berichtje tegen en het ging over de BBC, die zeg maar beeldmateriaal van een van de weerpresentatoren gebruikt. En dat koppelt aan een API, zodat ze de informatie uit een API ophalen. Ja. En het net lijkt of die persoon dat aan mij nu zit te vertellen.
terwijl het allemaal gegenereerd wordt door de computer. Jullie kunnen nu al zeg maar analyseren wat er gezegd wordt, wat het inhoudt. In hoeverre zijn wij als mensen eigenlijk nog in dit hele trajectje nodig? Ja, juist denk ik. Wij noemen ons ook gewoon de assistant coach. Dus wij helpen eigenlijk de pionnetjes neerzetten op het voetbalveld. Maar doe je dat omdat mensen bang zijn dat zeg maar de techniek ze overneemt? Nee. Want dat hoor je ook wel eens, hè? Want ja, weet je, als je naar een bedrijf gaat en je zegt van, joh, ik heb hier de oplossing en we hebben hier allemaal niet meer nodig. Zijn ze niet zo enthousiast. Als je zegt, ik heb een goede assistent voor je. Nee, ja, ik denk dat juist niet. Ik, ja, goed voorbeeld dat dan denk ik de chatbots die juist de makkelijke vragen gaan overnemen. Dan blijft alleen dat complexere vragen overblijven. Dus dat maakt het dan je hebt meer tijd voor echt belangrijke dingen. Precies, precies. Ja, en hoe borg je de kwaliteit in die complexere gesprekken? Ja, daar komen wij dan in beeld. Dus nee, ik zeg het niet omdat mensen dan bang zijn van dan heb ik straks geen baan meer. Maar juist om echt te helpen en te ondersteunen. Ja. Hey, ik kan me nog herinneren dat nu jij dat noemde, die jongen van Contexta ook, die vertelde ook dat zij eigenlijk de hele Engelse markt gaan overslaan, omdat daar gewoon veel te veel concurrentie is, de Engelstalige markt. Snap je dat? Is dat ook iets wat jullie overwegen, dat je denkt van nou, concreet, wat, na Nederlands ga je dan meer richting een andere niche-taal of denk je van we gaan vol voor Engels, Spaans? Staan we eigenlijk wel open in. Ik weet dat de ambities binnen de investeerder ook zijn om naar het buitenland te gaan. Ja. Dus dan hebben we daar een makkelijkere ingang, heel eerlijk. Maar Duitsland, België, Frankrijk, de Scandinavische landen, dat zijn ook wel landen waar we op gaan focussen, ja, de komende jaren. Ja. Ja, ook omdat daar wat meer ruimte in die markt zit. Daar zit meer ruimte inderdaad. Relatief kleine en kijk naar Amerika. Vorig jaar april is Bonobo opgekocht door Salesforce. Voor iets van tientallen miljoenen. 50 miljoen of zo. Dus ja, daar zitten partijen waar we niet zomaar tegen opboksen. Ja. En hier wel. Ja. Wat zijn de grootste problemen? Wat zijn de grootste complexiteiten die jullie moeten oplossen? Waar we nog wel veel tegenaan lopen is, telefonie zit nog maar vaak in oude systemen. Die routeringssystemen die zijn relatief oud, dus het is moeilijk om data daaruit te krijgen. Dat zien we vaak als complexiteit. En het is natuurlijk, het gaat niet alleen om een tool, het gaat om het hele proces. Hè? Ja. En het houdt niet op bij het inzicht, je moet vervolgens ook de business moeten mee aan de slag. En dat is een leerproces wat vaak ook nog waar je doorheen moet. Waar loop je dan tegenaan? Zitten daar cultuurelementen in, dat mensen er moeite mee hebben? Of? Zeker zitten daar cultuurelementen in. Als je het hebt over machine learning, zitten sommigen, of over data, en dan zitten sommigen al meteen met de hak in het zand. Dat, ja. Dat heb je altijd. En hoe overtuig je ze? Ja, ik denk toch door de waarde te laten zien. En door te laten zien wat je er allemaal wel niet uit kan krijgen. En dan zijn inderdaad van die voorbeelden als 15% van je verkeer gaat over dat de bevestigingsmail niet aankomt. Of wat we bij een verzekeraar zagen, is mensen die eerst op de mijnomgeving zitten, maar daarna toch bellen. Waarom bellen die? Nou, dat bleek 75% van die mensen die belt omdat ze iets willen regelen voor een familielid. Nou, en dat kon daar niet in. Als je dat soort procesdingen kan laten zien en je laat de business case ervan zien en de klanttevredenheidscijfers ernaast, dan kan je ze daar wel mee over. En zit daar dan ook een beperking in de mens, zeg maar, weet je wel, dat wij in zo'n geval minder snel patronen herkennen of kunnen herkennen? Ik denk niet dat wij minder snel patronen kunnen herkennen. Maar ze hebben de ruimte tot veel meer data. We hebben minder data gewoon. Ja. Dus daardoor kunnen we het niet herkennen nog. Omdat we precies. Het niet gezien hebben. We hebben een algoritme wordt ook goed aan meer data het ziet. Ja. En dat, ja, zo werken wij als mens natuurlijk ook. Ja. Hoe werkt jullie businessmodel? Koopt een bedrijf een licentie of gaat het per geanalyseerde dus we zijn in feite een SaaS. Klantcontact of SaaS? Ja, een SaaS product. Het is eigenlijk per een vast maandbedrag voor een aantal users en per conversatie. En per conversatie. Ja. En je zei al, jullie zijn nog niet zo heel lang echt live, januari. Hoe gaat dat? Weet je?
Melden zich klanten? Gaat het zoals je hoopt? Gaat het zoals je verwacht? Het gaat zeker zoals we... Het gaat boven verwachting eigenlijk wel. Ja. We hebben een grote vliegtuigmaatschappij die waar je er niks over mag zeggen. Precies. Ja. Die zit erop. Grote overheidsinstantie heeft getekend voor een pilot. Ja. Daar gaan we straks mee beginnen. Morgen kick-off van een grote internetprovider draaien we nu. Ja. Dus het gaat eigenlijk best wel goed al. Ja, en het onboarden van klanten, is dat een intensief traject? Want daar zie je het ook vaak, ik zie het daar eigenlijk vaak misgaan, hè? Dat je techniek wel goed werkt, maar dat je eigenlijk zoveel menskracht nodig hebt om een verzekeraar aan te sluiten op je platform. Hoe hebben jullie dat? Ja, dat, wat we daarin zien is dat het aan onze kant is eigenlijk best wel, is het relatief simpel. Ja. Als je een klant bent, daar zie je in het platform een API key, een URL, daar kan je dingen naartoe sturen. In de praktijk zien we dat er moeten eerst langs een aantal hokjes voordat de uiteindelijke handtekening staat. Daar zien we de meeste hobbels eigenlijk. Ja, maar is dat ook wat jullie doen? Gaan jullie bij die klanten intern helpen om hun systemen te koppelen aan jullie systeem? Kunnen we bij helpen. In feite is dat niet onze core business. Nee, maar is het nodig in dit stadium? Want je zei al, daar hebben we echt wel problemen. Want heel veel van die telefoonsystemen van bedrijven zijn niet eens in staat om gesprekken gestructureerd op te nemen in een format waar jullie iets mee kunnen. En misschien weten ook niet die bedrijven hoe een API werkt. Ja. Nou ja, klopt. Dus daar helpen we dan wel mee. Of security en encryptie en beveiliging. Het kan allemaal heel complex zijn. Ja. Ja, wat we altijd starten is 2 maanden in het prototype fase. Dus 2 maanden we kijken naar een specifieke use case. We pakken 1 kanaal. Dus we proberen zoveel mogelijk af te kaderen. En wat we dan zeggen, het maakt niet uit hoe je die data bij ons krijgt. Of we kunnen ook een beveiligde omgeving neerzetten. Daarmee doe je eigenlijk analyse achteraf. Krijg je een datadump met een paar duizend gesprekken. En die ga je dan analyseren. Maar je wil natuurlijk naar die real-time situatie toe. Klopt. Maar als je historisch kan je al superveel informatie eruit halen. Kijk naar de bevestigingsmail. Kijk naar mensen die op de mijnomgeving zijn geweest. Waarom bellen die? Ja. Hoe vaak wordt de vraag gesteld, kan ik ergens verder mee helpen? Ook met die vraag, die hebben we ook bij een verzekeraar gedaan. En dan zagen we dat ze waren verplicht om dat te vragen. Maar je zag dat 60% het niet vroeg. En daarom hebben ze, degenen die het niet vroegen, hadden 9000 herhaalverkeer meer binnen 2 weken dan de mensen die het wel vroegen. Ja. Maar dat zijn allemaal analyses achteraf. Waar zit jullie real-time rol dan in bij zo'n klant? Het real-time gedeelte waar we dan is bijvoorbeeld met suggestive answering. Dus wat we wel kunnen doen is, we hebben een integratie met een kennismanagement platform. En we zien een vraag binnenkomen. Dat we meteen van, dit is volgens mij de vraag. Dan moet je deze stappen ondernemen. Ja. Of dan moet je deze informatie kan je teruggeven. Of het is een adreswijziging. Maar is dat toekomstmuziek? Zitten jullie nu vooral op die analyse van achteraf om daar de patronen uit te halen? Met het platform nu zitten we voornamelijk op achteraf patronen eruit halen. Ja. Maar de integratie met het kennismanagementplatform die is net af. Dus dat kunnen we nu in feite ook doen. Ja. Fascinerend. Waar staan jullie over een jaar als we je weer uitnodigen? Dan hebben we de integraties allemaal af. En dan komen er ook nog wat meer integraties bij met CRM-systemen, denken we. Om het makkelijker naar CRM-systemen toe te sturen. We zien onszelf dan meer als een databron van al je klantgesprekken. Ja. Daar. Oké, super. Ontzettend bedankt. Heel veel succes. Ja. Dank jullie wel. En jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond, dus volgende week weer. Dag.